Ja, iedereen kent me zo onderhand wel dat ik blinde fietsweken organiseer met vanuit Erve Brugge de laatste vijf jaar al vanuit Erve Brugge. Ik ben er nu 8 jaar mee bezig. Ik ben begonnen op de Braam in Buurse, een jaar in Hengelo Gelderland gezeten en nu hier dus het 5e jaar. Dit jaar 3 weken. Deze week dus in juni en een week in juli en een week in augustus. We gaan elke dag zo'n fietstochtje maken. De groepen zijn verdeeld. Eén groepje fietst tot 50 kilometer en een andere groep tot 100 kilometer per dag. We fietsen de hele dag, gaan om 10 uur weg, koffie drinken onderweg, een lunchje ergens onderweg, lunchpakketje mee, 's middags ook nog weer een terrasje pakken. Proberen het in 5 uur, 5:30 hier weer terug te zijn. Gaan dan gezamenlijk nog even een glaasje drinken. En we gaan om 7:15 gezamenlijk aan tafel. We gaan vandaag fietsen met visueel gehandicapten in Haaksbergen. En dit is niet de eerste keer dat je dat doet, hè? Nee, ik heb het al een keer vaker gedaan. Het is toch prachtig om wanneer je kunt zeggen dat je gezond bent, dat nog eens voor een ander kunt doen. En dat gaan we vandaag doen. En degene waar je vorig jaar mee hebt gefietst, hè, dat hoorde ik, die voelde zich super trots dat hij bij jou op de fiets zat. Ja, nou, we doen nog wel ons best. En het is natuurlijk wel leuk. Ik heb natuurlijk een geweldige wielerachtergrond. Dat maakt het voor die mensen natuurlijk nog een extra keer leuk. Maar de opzet is dat we voor iedereen leuk willen maken. En dat is het belangrijkste. En dat toch eens een keer alle sores kunnen vergeten die ze ook hebben. En lekker eens een keer kunnen ontspannen in Twentse land. Dick, met hoeveel visueel gehandicapten fietsen jullie? Deze week zijn er 8 en in juni en juli zijn er allebei 10. Dini, goedemorgen. Goedemorgen. Jij fietst vandaag mee? Ja, dat ga ik zeker doen, ja. Dit is het 2e jaar dat ik met fietsen. Met volle plezier. Ik woon in Ermelo vanwege mijn visuele handicap. Ik ben slechtziend. En mijn roots liggen bij die hier. En daarom maak ik hier ook machtig gerne fietsen. De meesten fietsen op een tandem, maar ik fiets op een duo fietsen. Dat is dus naast mekaar. Maar dan kan ik de bestuurder beter in de gaten houden. Ja, nee, grapje hoor. Ik heb een ernstig probleem, dus ik mag niet op een tandem. Dan meter ik eraf. En dat lijkt me zo lastig op de weg hier in Haaksbergen. Dini, als ik vragen mag, ben jij volkomen blind? Nee, ik zie met mijn linkeroog zie ik een kleine 8% in kakkertie. En mijn rechteroog, dat is wel helemaal blind. Ja, het is een grote vrijwilligersclub. Ik heb ongeveer zo'n 60, 70 vrijwilligers die in al die 3 weken iets voor mij doen. En of dat nou hand- en spandiensten zijn, of maakt allemaal niet uit. Iedereen doet zijn ding. En dat is gewoon hartstikke prettig. En iedereen is daar ook zeer flexibel in. En wie zin heeft, komt bij de club, zou ik zeggen. Want het is gewoon een keer leuk om mee te maken. En van de meesten hoor je ook van, ja, Dick, 's morgens sta je een beetje als vreemden tegenover elkaar. En 's avonds ga je als vrienden uit elkaar. En er zijn ook heel vaak wel al goede contacten uitgekomen.